is het soms moeilijker als je al heel erg, zeg maar, heel erg lang met iemand samen bent op een ego-manier. Dan levert dat vaak veel diepere, pijnlijke gevoelens op. En je ziet ook vaak dat relaties bij mensen die al wat langer met elkaar zijn en nog maar pas met spiritualiteit begonnen zijn, dat de relaties stuk lopen. Dat, zeg maar, de spirituele ontwikkeling is nog niet ver genoeg om de heftigheid van de gevoelens die dan getriggerd worden als je je relatie opent, als het ware, om die te kunnen hebben al. Ja. Ik krijg regelmatig mailtjes van mensen die zeggen van, ik zou het zo graag willen kunnen. Ik lees erover in je boeken en dat elkaar vrij laten en elkaar alles gunnen wat een ander belangrijk vindt voor zichzelf, voor zijn ontwikkeling. Alleen ik kan het niet. Ik word helemaal gek van, van gekwetstheid, van verlatingsangst, van jaloezie of wat dan ook. En gaan mensen zichzelf enorm daarover afwijzen. Ik zou het je graag willen gunnen. Ik kan het niet, wat stom van me. En dat is ik heb al die cursussen gedaan. Ja, verdomme, ik kan het nu nooit niet. Ja, zak, huppatee, zweep erover. En dan heb je dus, zeg maar, één ding niet begrepen van spiritualiteit. En dat is dat je begint met te houden van wie je op dat moment bent. Ja. Met je angsten, met je beperkingen. En dat je eerlijk mag zeggen. Ja, hey, en dat je mag zeggen, ik kan dit niet aan. Lieverd, ik zie dat je iemand anders hebt gevonden die je ook leuk vindt. Dat is helemaal oké, alleen ik kan het niet aan. Ja. Ja, en ik neem dus meer afstand van je. Dat is al heel wat anders dan, als je daar niet meer ophoudt, dan ga ik bij je weg. Ja. Weet je wel? Maar dan heb je ook geen verbinding. Dan ben je ook niet vanuit je eerlijkheid aan het praten. Ja. Van wat je werkelijk voelt van binnen. Ja. Dus dat is het verschil tussen... Dus Jan heeft het druk. Nou, ik doe het kalm aan hoor. Ja, ik doe het kalm aan.